Ah, geef nou maar toe. Je vindt haar wel leuk. Nee, Zoey, dat is helemaal niet waar, oké? Okay? Ik weet niet eens waar je het over hebt. Dat weet ik zeker. Echt nee, en... je bent daar 100% we worden leuk. De hele tijd bekeken door Tommy en Sam via het raam. We zijn hier niks aan het bespreken, oké? Okay? Maar Zoey, ik vind haar niet leuk, oké? Okay? Oh, eens even. Hoorde ik nou de deurbel? Was dat de deurbel? Volgens mij wel. Kom, laten we kijken. Zou je denken dat Sam of Tommy heeft aangebeld? Oké. Okay. Weet ik niet. Die stond daar. Bij het raam. Hallo? Ja. Ik heb geen idee, misschien post of iets. En ja, ik heb een boekje gekregen en een vliegticket Pretstad. 2 keer. Vliegticket? Ik heb geen idee wat dat is, maar wacht heel even hoor, Zoey. Oké. Tommy, wat zijn jullie aan het doen bij ons huis hier? Niks hoor. Nee, niks. Waarom zijn jullie zo door het raam aan het kijken? Ik was gewoon benieuwd. Benieuwd naar wat? Ik zag gewoon even wat dingen te bespreken met Zoey daar binnen. Jullie hoeven niet de hele tijd door het raam te kijken, Sam en Tommy, oké? Nou ja. Nee, oké, dat klopt. Zoey, kom, we gaan weer naar binnen, oké? Ja, is goed. Moet even kijken wat het is voor post. Ik heb namelijk helemaal niks verwacht. Oké. Nee, er staat niks. Laat maar, Zoey. Het is niks. Jawel, je hebt het in je hand. Laat eens zien. Lees voor. Zoey, ik beloof het. Het is niks, oké? Jawel, ik ben heel benieuwd. Doe even voorlezen. Oh, moet dat echt? Ja, dat moet. Oké, maar beloof dat je me niet uitlacht, oké? Nee. Oké, ik pak het erbij. Nou, daar ga ik dan maar. Hey, zoon. Het is weer een tijdje geleden dat ik jou voor het laatst heb gezien. Dit weekend is het familieweekend. Kom je gezellig langs in Pretstad? Dan kan je al je verhalen vertellen over je vriendinnetje. XXX Mami. Ho eens eventjes. Je moeder? Ja, een bericht van mijn moeder. Oké, er stond nog meer, maar ik denk dat ik dat niet ga voorlezen. Hoezo niet? Lees eens voor. Oké, Zoey. Oké, omdat jij het bent. Oké, bladzijde 2. Oh ja, ik heb 2 vliegtickets gekocht voor jou en je vriendinnetje. Vergeet trouwens je speen niet en een schone onderbroek. XXX, dikke knuffel en kus je lieve moeder. Heb jij een vriendinnetje? Nee, Zoey, ik heb geen vriendin. Ik heb tegen mijn moeder gelogen, oké? Nee, ik slaap niet met een speen. Ik denk dat ze een beetje vergeetachtig is. Ik moet iets bekennen. Ik moet dus naar een familieweekend, want ik heb mijn moeder al lang niet meer gezien. Alleen, ja, dat over dat vriendinnetje heb ik gelogen. Hoezo? Nou, mijn moeder vraagt echt al maandenlang van, heb je al iets van verkering of liefde? En ik zeg de hele tijd, ja, ik heb een hele leuke vriendin. Maar dat is niet zo. Maar dan stopt ze met zeuren. Alleen, ja, nu verwacht ze dat ik haar kom bezoeken in Pretstad samen met mijn vriendin. En ik heb 2 vliegtickets gekregen. Zoey, alsjeblieft, kan je iets voor me doen? Wat dan? Ik kan wel op je huisje letten. Nee, iets anders, Zoey. Oké, het klinkt misschien een beetje raar, maar zou je alsjeblieft me kunnen helpen om te doen alsof je mijn vriendinnetje bent? Alleen voor 1 dag, oké? Voor het familieweekend. Dan moet ik wel even nadenken, hoor. Zoey, 1 weekend. Ik geef je echt alle MT's die je wil hebben. Gewoon alles, maar alsjeblieft, Drossel. Ja, alsjeblieft. Oké, deal. Oké. En ik beloof dat niemand hier iets van hoeft te weten, oké? Ik vertel het niet tegen Sam, niet tegen Anna en ook niet tegen Tommy. Nee, oké, dat is wel beter, inderdaad. Het is maar voor 1 dagje, oké? Oké, dat is goed. Oké, hier heb je je vliegticket. Spreek me zo meteen buiten af, dan ga ik snel mijn koffer inpakken. Ja, ik ook, dat zo. Oké, succes, Zoey. En onthoud niks tegen Sam vertellen, oké? Nee, ik zeg niks. Oh, daar komt Sam al. Oh, nee. Oké, ga jij maar snel aan het werk, Zoey. Veel succes met werken, hè? Ja, dank je. Niks aan de hand hier, hoor, Tommy en Sam. Sam gaat zelfs met Zoey mee. Oké, ik moet snel mijn koffer pakken. Oh, nee, ik wil echt niet naar mijn moeder toe. Ik ben zo bang dat ze letterlijk allemaal dingen over mij gaat vertellen wat Zoey echt niet mag weten. Zoals die speen en die schone onderbroek. Oké, waar had ik mijn koffer? Oh ja, hier, perfect. Kijk eens aan. Zo, die moet bij mij mee. En dan ben ik ook klaar. Die is namelijk al helemaal ingepakt. Klap, Zoey, hallo! Ben je al klaar? Hoi. Ja, Zoey, waar ga je heen? Ja, dat heb ik net al gezegd. Ik ga nergens naartoe. Nergens is... Je gaat sowieso ergens heen. Nee, Sam. Wij moeten een nieuw restaurant proberen hier in Blokstad. Nieuw restaurant. Mag ik mee? Dat kan niet. Dat kan niet, inderdaad. Het is al helemaal vol gereserveerd en zo. We zijn er morgen weer, oké? Oké. Oké, laten we gaan, Zoey, deze kant op. Snel niet onder mee. Kijk eens aan, Zoey. We zijn aangekomen op het vliegveld. Blokstad vliegveld. We moeten nog door de douane heen en dat soort dingetjes. Dat wordt nog maar dat lukt makkelijk. Hoezo? Nou, Je hebt toch niks raars bij je? Nee, jij hebt toch ook niks raars bij je? Nee, alleen maar onderbroeken en mijn steen zeker? Ja, mijn steen. Oké, Zoey. Pes me er maar mee, oké? Volgens mij moeten we hier naar binnen, Zoey. Ja, volgens mij ook, hoor. Hallo, meneer. Ja, ik moet jullie even controleren, hoor. Oh, dat mag, hoor. Hier zo, kijk eens aan. Ja, even kijken, even kijken. Nou, dat ziet er niet zo heel goed uit, hoor. Hoezo niet? Ja, ik zie allemaal parfum en shampoo. Dat mag natuurlijk niet mee in het vliegtuig, hè? Parfum en shampoo? Ik moet toch lekker ruiken? Oké, meneer, ik heb niks bij me. U kan mij controleren, alstublieft. Oké, even kijken, hoor. Ik zie eentjes onderbroek. Oh, ik zie ook een bad eentje, meneer. Dat mag ook niet mee. Bad eentje? Nee, dat heeft u verkeerd gezien, toch? Nee, ik zie in de X-ray scanner een bad eentje. Zie je wel, je hebt gewoon een bad eentje mee. Wat is dat daar zo? Waar zo? Meneer, kunt u even doen alsof u dat niet heeft gezien, oké? U kunt hem weggooien, oké? Maar zeg niks tegen haar. Nou, hier, pak je koffer maar. Oké, zo perfect. Kan ik er doorheen? Nou, opschieten. Oké, en? Zoey, schiet eens op. Wat een rare mensen hier altijd. Inderdaad. Nou ja, ik hoop dat we snel kunnen boarden en dat we in het vliegtuig zitten. Wow, dit vliegtuig is echt mega, Zoey. Ja, inderdaad. Wow. Alleen wel raar dat we geen kennis hebben gemaakt met de piloot. Wat zijn nou? Hallo, meneer. Meneer, wat is wakker? Wacht eens even. Hallo. Bent u niet de piloot van dit vliegtuig? Waar zijn we? In het vliegtuig. In het vliegtuig? Wij komen instappen. Oh ja, klopt. Ja, daar ben ik anders inderdaad. Oh, is dat nu al? Ja, we vertrekken over 1 minuut letterlijk. Over 1 minuut al? Ja, maar je gaat toch niet zeggen dat jij dit vliegtuig gaat besturen, hè? Ja, maar dat komt goed, hoor. Je kan me vertrouwen, hoor. Weet je het zeker? Je lag hier net te slapen. Je ziet er ook een beetje moe uit. Nee, dat komt goed. Ik ga naar de cockpit toe. Weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Oké, hij gaat er vandoor. Oh nee. Ik denk dat dit het beste idee is. Iemand laten vliegen die heel erg moe is. Hij is heel moe. Hij lag hier zelfs te slapen gewoon. Nou ja, laten we hier maar gaan zitten, denk ik dan maar. Deze vlucht vertrekt naar Pretstad. Wow, Zoey, wat een red was dat. Maar eindelijk zijn we in Pretstad. Ja, jeetje. Wacht eens even. Oh nee. Is dat mijn moeder voor het raam daar zo? Is dat jouw moeder? Ja. Oh nee. Oké, Zoey, volg mij maar. Ja, we moeten deze kant op. Ik ben heel benieuwd. Ons aan te kijken. Wie zullen we daar nou weer eens hebben? Wie is dat? Ken jij hem? Nee, ik ken helemaal niemand hier. Ja, laten we maar gewoon doorlopen. Zijn dit nou een stelletje toeristen hier? Toeristen? Nee, ik spreek de taal hier, hoor. Ja, we zijn toeristen, we zijn hier nieuw, zo. Oké, ik zie hier dat jullie 2 koffertjes in jullie handen hebben, hè? Ja, dat is onze bagage. Ik heb niks. Meneer, laat die koffertjes zien. Laat die koffertjes zien. Oké, ik heb een koffer, ik heb hier een koffer. Ja, geef hem aan mij. Oké, hier zo. Anders schenk ik jullie, oké? Doe maar niks, doe maar niks. Er komen dus geen vierkanaal. Dankjewel. Oh, nee, waarom zeg je nou de code? Ja, dat weet ik ook niet. Zo in paniek, oké? Ik stond onder druk, wist ik veel. Oké. Laten we gaan. Mijn moeder zit te wachten, oké? Wat is dat daar nou weer, Zoey? Voel jij het kijken? Weet je wat? We lopen gewoon rustig deze kant op en laten we hier gewoon naar binnen gaan, oké? Mijn moeder woont hier namelijk, dus ze zei het eerste huis, oké? Eerste huis, dus deze. Klop, klop, hallo? Oh, de deur is open. Wat doe jij hier? Frank? Wat doe jij in mijn vakantiehuisje? Frank, wat doe jij hier? Dit is mijn moeders huis! Je moeders huis? Ik zie toch echt niet je moeder hier? Oh nee. Frank, sorry. Kunnen we erover praten alsjeblieft? Nee, gewoon weggaan, loser. Oké, ik ga al, ik ga al. Zoey, snel, Zoey, de deur dicht. Oké, dat was Frank. Sinds wanneer is hij hier? Oh, hé! Ook niet. Wat is dit nou weer? Jeetje, wat zijn ze onbeleefd hier. Ja, heel apart. Maar wacht, was het dan het tweede huis? Mijn moeder is namelijk nogal vergeetachtig. Wacht, volgens mij zit hij hier... Hallo, schoonheid. Schoonheid? Ja, jij bent vast nieuw hier, hè? Hallo, hallo. Hallo. Dennis, hoe gaat het met Dennis? Kom, geef even een zoentje, kom. Mama, beetje afstand alsjeblieft. Het gaat goed, hoor. Fijn je weer te zien. Is dit je vriendinnetje? Ja, dit is mijn vriendin. Wat een leuke vriendin. Oh, ik kan me nog herinneren vroeger, joh. Vroeger kon jij helemaal niemand krijgen, maar je hebt gewoon een vriendinnetje. Kon jij niemand krijgen? Mam, laat ons even je huis zien, anders. Ja, nou, kijk. Ik ben heel benieuwd. Willen jullie misschien wat drinken? Ja, graag. Ja, lekker. Reis hier naartoe. Zoey, kan ik je even spreken snel tussendoor? Ja, dat is goed. Mijn moeder is zeg maar nogal vergeetachtig, oké? Dus als ze dingen zegt, meestal klopt dat niet, oké? Dan weet je wat dat was. Ja, ja. Oké, nou maar... Kijk, een biertje voor jou en een biertje voor jou. Mam, we zijn minderjarig. We mogen geen bier. Dat is... ja, dat valt niet, hè? Je bent net je vader. Net mijn vader? Echt. Oké. Pak wel weer wat anders. Water graag, mam. Wat? Ik heb je favoriete drankje van vroeger. Olijfolie. Olijfolie? Nou, dat is goed voor je, dat is goed voor je. Goed voor je. Drink smakelijk, denk ik dan maar. Ja, proost, hè? Hoe ik dat meestal deed, Zoey was... nou, proost, mam! Ja. Zo, dat was lekker, hoor. Goed zo. Lekker. Kijk, goed je drankje leeg. Goed je drankje leeg. Inderdaad, maar... Leuk, zo'n familieweekend. Dat was een uitnodiging. Het is lang geleden. Ik dacht, misschien gaan we gewoon foto's van vroeger van jou kijken. Nee. Oh, daar ben ik heel benieuwd naar, hoor. Die babyfoto's. Zoey, kijk naar buiten. Wat voor mooie vogel dat is daar in de boom. Oh, ik denk dat Zoey echt alle foto's wil zien. Nee, maar mam, als je ziet... Oh, nee. Hier was Dennis gras aan het eten. Gras aan het eten. Ja, dat deed hij heel veel vroeger. Heel vaak. Mam, moet het nou echt? Ja, en kijk, hier plast hij in zijn bed. Nee, dat is goed. Dat is goed. Stoppen. Zoey van de boomkant. Ik was echt benieuwd. Ja, die foto's zijn hartstikke leuk. Ik weet het. Ik vind het ook leuk. Maar, mam, je woont hier wel leuk. Maar het is wel een beetje krap om hier het hele weekend te zijn. Zullen we anders wat leuks doen? Volgens mij zag Pretstad er heel erg leuk uit. Ja, het is een hele leuke stad. Nou, zullen we anders even naar buiten gaan? Dan kijken we wat is goed, is goed. Zoey, wist je dat Dennis vroeger slecht was in rekenen? Slecht in rekenen? Mam, je hoeft niet alles te vertellen. Dat weet je. Je hoeft niet alles te vertellen. Jawel, dat is zo. Ik ben hartstikke nieuwsgierig. Oh nee, niet hem. Hey, ga er vandoor. Mam, ken je hem? Ja, dat is Bob. Hey Bob. Hallo. Waarom doet mijn moeder alsof het normaal is? Misschien is hij best aardig. Hoi Bob, ik zal me even voorstellen. Ik ben de zoon van mijn moeder. Hallo, daar staat. Je lijkt me Bob. Hoi Bob, wat een leuke outfit heb je. En een mooie snor. Ja, dankjewel. Jij hebt ook een leuk pakje aan, hoor. Oké, ik ga er vandoor. Ja, nee, schat, ik ga mee, hoor. Nou, in ieder geval, wat zijn de dingen die we hier kunnen doen als eerste? We kunnen naar de bioscoop. Naar de bioscoop? Oh, ja! Dat is wel leuk, dat is toch? Ja. Ik bedoel, wist je dat vroeger Dennis altijd in slaap viel bij de bioscoop? Nee. Hij was zo moe altijd. Ja, dat klopt. Ik vond die horrorfilms altijd zo saai. Ik schrik namelijk nooit, zeg maar, van mensen. Hij was altijd zo bang dat hij huilend uitrende. Ja, nog steeds, hoor. Zoey. Ja, nog steeds? Ja, nog steeds. Zoey, kom hier. Mam, Zoey, kan ik even heel even spreken onder 4 ogen. 4, weet je het zeker? Je was slecht te rekenen, hè? Kom nou maar even hier, Zoey. Oké. Zoals ik al zei, mijn moeder vergeet heel veel dingen, oké? Wat ze zegt, dat heeft ze niet met mij meegemaakt. Dat heeft ze met andere dingen meegemaakt. En kijk, ze slaat ook de lucht. Zie je, ze is een beetje verward, oké? Dus wat ze allemaal zegt, dat moet je gewoon vergeten, oké? Dat is onzin. Nou, ja. Laten we maar naar de bioscoop gaan. Oké, de bioscoop is hier links. Oké, kom maar aan, man. Dennis, wacht eens even. Zie je dat daar ook bij die boom daar zo? Wat? Wacht eens even, wie is dat nou weer? Ik weet het niet. Hij lijkt echt heel erg op Sam. Ja, wel een beetje. Nou ja, mama zit te wachten, dus we moeten gaan. Ja, inderdaad. Mam, ik ben er. Oké, we gaan samen chillen, toch? Mam, zeg dat alsjeblieft nooit weer. Maar ja, we gaan samen naar de bioscoop. Heel gezellig, samen chillen. Oké, wie is dit hier nou weer? Hallo. Ja, mag ik... Ja, ik wil Teletubbies 2 zien. Ik heb die kaartjes. Oké, ga maar naar rechts. Oké. Volgende. Ik had kaartjes voor Teletubbies 2. Hoeveel kaartjes hebben jullie? 3 kaartjes, oké. Volgt u maar het pad links. Mam. Teletubbies 2 is dat niet een beetje te... Nee, het was een leuke film voor jullie. Daar hield je vroeger zo erg van. Oké, wacht eens even. Waarom komt hij daar ook heen? Hallo. Hij klinkt zoals Sam. Mag ik kaartjes voor Teletubbies 2? Dat mag. Oké. Snel lopen. Oké, dank je. We moeten naar zijn moeder zitten. Oké, eens even kijken. Zullen we nog even een selfie maken voordat we... Selfie? Een selfie, ja. Ja, dat is helemaal in. Nee, het hoeft niet, hoor. Dat hoeft echt niet. Maar wat zit daar nou weer? Is dat Patrick? Oké. Hey, kan ik jou wat vragen? Ja, zeg het maar. Wat is jouw naam precies? Ik ben Sen. Sen? Als in, hoe schrijf je dat? S-E-N. Oké, hey. Nou goed. Wie riep me daar nou weer? Wie was dat? Ja, okay. Willen jullie wat stiller zijn? Ik probeer de film te kijken, die begint zo. Zei jij dat nou daar? Die persoon hier zo? Ja, dat was ik. En anders wat? Als we niet stil zijn, dan wat? Hé, Dennis, ja, dan worden jullie misschien een niet zo boos doen. Sorry, man. Oké, ik kom al. Laten we de film kijken, oké? Maar ik weet niet of het aan mij ligt, maar... Zoey, zie jij wat? Nee. Mam, zie jij de film? Ik zie helemaal niks. Ja, hij draait al. Ja, wel. Niks. Als ik hier sta, ik zie echt niks. Ik heb toch geen bril nodig of zo? Nou, aan of zo? Ook al een bril. Het begon al met een speen, nu al een bril. Mam, je hoeft dat niet zo door de zaal te schreeuwen, oké? Nee, ik zie nog steeds niks. Zoey, dat werkt niet voor mij. Nee, heel raar. Eentje, ik ga even naar het toilet, oké? Ja, is goed. Ik heb er nog geen zin in. Ik schaam me eigenlijk kapot voor mijn moeder. Nou ja, oké. Waar was dat toilet, meneer? Hallo. Meneer, waar is dat toilet? Toiletten zijn deze kant op. Oh, het is hier. Oké, perfect. Eens even kijken. Nou, laat ik hier maar even rustig naar het toilet gaan. Oh, zo, kijk eens aan. Ik zit hier echt al een uur lang gewoon op het toilet. Nou ja, ik denk dat het maar tijd is om van het toilet af te gaan. En laten we gaan. Frank? Dat duurde lang. Ja, sorry. Ik moest een grote boodschap, oké? Ja, ik ook. Paddenstoel met een grote boodschap. Oké, succes, Frank. Ja, ga maar weg, douche. Ik ga al. Doei. Oké, ik ben echt veel te laat. Mam, ik ben er weer, oké? Nou, val je niet in slaap? Dan ga je weer zo lang naar de wc. Heb je weer in je broek gepoept? Mam, ik heb niet in mijn broek gepoept, oké? Waarom duur je dan zo lang? Ja, kunnen we gaan? De film is voorbij. De film is al afgelopen. Oké, laten we gaan. Een Jonesy of zo, ik weet niet hoe je heen, maar zo ziet eruit. Niet zo stoer doen, oké? En jij ook niet zo stoer doen, hè? Beetje grote man tegen mij. Nou, kom Dennisje. Als je echt een voorbeeld spelen bent, doe je de vos. Maar dat kan je niet, hè? Dat kan je niet. Dat kan niet, toch niet. Wat gaat hij doen? Dit is niet de vos, maar... Oké, het is een echte Fortniter. Laten we gaan. Mam, we kunnen gaan, hoor. Mam, we moeten nog een hotel boeken. Kunnen we dat nu doen? Ja, laten we dat doen. Ik ben op zich best wel moe. Oké, kijk, dit is het hotel, maar ik heb één vraagje. Nou, mam, wat is de vraag? Hebben jullie al gekust? Eeuw, waar? Nou, hoezo? Dat soort vragen moet je echt niet stellen, oké? Kom maar, Dennisje, ik til je wel even op. Hoe bedoel je? Het is veel te zwaar, dit. Dat is niet nodig, mam, zet me neer. Word je nou opgetild? Mam, dat is echt niet nodig, hoor. Je hoeft me niet te tillen als een kleine baby. Maar je bent toch ook nog een babytje, Dennisje? Mam, echt waar. Je ziet me echt voor schut hier. Nee, joh. Dat kan ze wel hebben, toch? Wacht eens even. Heet jij toevallig geen Sam? Nee. Sorry? Hoe dan? Sen? Nou, je lijkt wel een beetje op iemand die we kennen. Maar ja, wij willen graag een kamer huren. Kan dat? Ja, dat kan zeker. Oké. Je lijkt echt wel verdacht veel op Sam, toch Zoey? Ja, ik ben hem wel bekend voor, hoor. Hé, wat hoor ik allemaal? Ik denk dat we alle kanten moeten, Zoey. Ja, is goed, hè? Werk jij hier? Ja. Nou, even kijken, hoor. Volgens mij staat er niks in mijn lijstje dat hier een of andere set werkt. Ik werk hier wel, hoor. Ik moet even met jou praten. Oké. Het is best uit, volgens mij. Want volgens mij werk jij helemaal niet, meneer. Ik heb hier helemaal geen zin in smoesjes, hè? Nee, ik werk hier echt. Zo boos. Ga weg. Dit is zijn hotel, blijkbaar. Ja, volgens mij ook. Moet ik je oppakken of zo, hè? Nee. Nee. Ik werk hier. Zo, waar die thuis, hoor. Ja, sorry, dit is namelijk mijn baantje. Wacht even, hoor. Ik snap er niks van. Bent u nou de hotel-eigenaar? Ik ben de hotel-eigenaar, ja. Die meneer die daar stond. Ja, dat was een of andere Sen of zo. Ik ken hem helemaal niet. Een oplichter dus. Ja, nou, hij hoort hier helemaal niet. Wij willen graag een kamer huren, meneer. Kan dat? Dat kan zeker. Oké, nou, een kamer voor 2, alsjeblieft. Kamer voor 2. Dennisje. Mam. Rekenen. Een kamer voor 3, oké. 1 kamer voor 3. Oké, volgt u mij maar. Ik laat jullie kamer wel zien. Perfect, ik ben benieuwd, hoor. Mooi en luxe en groot. Ja, precies. Dit is jullie kamer. Oké, perfect. Ik kan niet sorry. Dit is volgens mij iemand anders de kamer. Sorry, meneer, mevrouw. Er zit hier al iemand. Mijn excuses, sorry daarvoor. Geen probleem, hoor. Nou, laat die luxe kamer maar zien. Die grote kamer voor 3 personen. Nou, jullie luxe kamer voor 3 personen, die zit achter mij. Dit is jullie kamer. Dit is wel een beetje krap. En er zit hier een of andere clown. Sorry. Oké, was die ook op bezet? Ja, welke is het dan? Is het niet deze kamer hier toevallig? Dan moet het inderdaad deze zijn. Perfect! Open je het zelf maar eens. Ik ben zo benieuwd. Sam? Wat doe jij hier? Nou, gewoon op vakantie. Op vakantie? Pretstad? Is dit je vriendje? Mam, kan je even buiten wachten alsjeblieft? Gewoon heel... zo, kijk eens aan. Zo perfect. Ben je ons nou aan het bespieden hier? Nee. Weet je het heel zeker? Ja, inderdaad. Sam, je bent ons in de gaten aan het houden, hè? Heel zeker. Misschien. Hoezo? Je bent toch niet jaloers? Misschien. Oh, nee. Sam, je denkt toch niet dat ik hier ben op een date met Zoey of iets? Dat zou ik toch nooit doen? Nou, zo klonk het wel, hoor. Nee, ja, het klonk ook luister. Mijn moeder staat hier buiten, oké? En ik moest doen alsof ik een vriendinnetje had. Dus Zoey ging met me mee. Ik had maar 2 kaartjes. En mijn moeder is een beetje raar. Ze maakt een beetje beschouwende opmerkingen en dat soort dingen. Maar gelukkig staat ze buiten de kamer, dus ze kan nu niet veel zeggen. Ja, dat vertel ik jou later, Sam. Nee, Zoey, het is beter als je het niet vertelt. Maar ik was al niet klaar, Sam. Je dacht toch niet dat ik Zoey van je af ging pakken? Nou, dat dacht ik eerlijk gezegd wel. Oké, nou, bij nader inzien, ik vind Pretstad toch een beetje raar. Dus ik denk dat ik toch naar huis ga. En Zoey, Sam, ik denk dat het beter is als jullie meegaan. Ja, ik ga wel mee. Ja. Deze kamer is niks voor ons, hè? Nee, het is niks. Mam? Ja? Lekker weertje, hè? Mam, ik hoorde net van Sam dat we extra les hadden op school. Dus we moeten sneller terug naar Blokstad. Oh, heb je weer bijles rekenen? Ja, we hebben bijles rekenen. Ik dit vind ik onacceptabel. De rekening komt gewoon op jullie naam te staan. Ja, mijn moeder betaalt alles. Oké, dat is goed. Kom, we gaan meteen. Ja, doei. Doei, Dennisje. Ik hou van je. Oh, nee, toch. Mam, ja, ik hou ook van jou, mam. Lach me niet uit. We gaan het hier niet over hebben thuis, oké? Ik zie je wel lachen, Zoey. Nee, die grijns van je smoel, oké? We gaan naar huis. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je